Nou, hier moet hij dan ergens staande opgezet. Siso, we love you. Dit is bier, hè, dit? Ja. Hier is het flesje hier. Ja. Hier. Ja, dit is nog een plaatje, hè. Kijk eens verder. Hij moet, begrijp ik, 2 jaar oud zijn, deze. Hij is 2 jaar geleden overleden. De Imperial Parrot, de keizerlijke papegaai. De Sisu. Het is een mooi beest, hè? Maar ja, nou nog een echte. Het gaat allemaal heel snel. Op straat kwamen het hoofd van de Sisu-afdeling van het ministerie van Landbouw of Visserij of Veeteelt, zoiets. En nu zijn we de berg opgereden. En nou moet daar de Sisu in een kooi zitten. Ja, ik kijk een beetje angstig, want er zijn hier een gros honden die ons belagen. Pas op, dat is een grap. Ja hoor. Zo. Het is een soort papegaai, hè? Hallo. Hij is een beetje crazy hoor. Hallo. Dag. There he is. Het is hem, zeg, zie je dat? Een van de 70, 80 exemplaren die op heel de wereld zijn. Ik loop even om. Blijf jij maar hier staan. Het lijkt alsof hij een beetje gek is geworden, zie je dat? Hallo. Why is he turning around? When to amuse people. To amuse people, he's not crazy. No. No? And it's a kind of a parrot. That's a sort of... A sort of a parrot. Yes, Dominica's national yes, parrot. Yes, I know. But he can't speak like a parrot. Can he say something like a parrot? Yes, but he don't say at all time. Yeah? Usually speak, call people name once in a while. Yes. And can you let him speak? Try to let him speak, no? No, he doesn't. He, like, in the early morning, so... Only in the early morning? How old is she now? Do you know how old the bird is? She must be around 4 years. It's a she? Yeah. 40? 4 years. 4 years. And... He's catched in the mountains. He's been catched in the mountains. No. It was... When it was... While it was young, right? Yeah. It fell down because it was starving or something. We get food. And somebody brought it to us. Shh. She just wants